Hij heeft een hele mooie schiegel, jongen. Ik heb mooi, hem he? Lekker aangeslagen, jongen. 2-1, Daniel. Dit is wel knop. Heb je al twee? Ja, dit is mijn tweede. Knol power. Hallo, dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ga... ik ga even uit bed. Oh, ik lijk wel een oude man van 70. Oh, niks tegen oude mensen van 70, maar... Ik kwam echt amper mijn bed uit. Ik heb zo verschrikkelijk veel pijn aan mijn rug. Ik heb wel lang geslapen, dat is echt goed. Ik moet mijn rust pakken, ik moet slaap pakken. Ik heb serieus van gisteren 2 uur in de nacht tot nu, op dit moment 12 uur. Dus ja, reken maar uit. Het zijn serieus 10 uurtjes aan slaap. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier naast mijn bed ongelooflijk veel paracetamolletjes liggen. Daar een halve strip op, die strip is op, die strip is bijna op. En dan heb ik aan deze kant, stel voor ik word in één keer wakker aan de andere kant van het bed. Dan heb ik ook altijd nog eventjes een strip paracetamolletjes. Ja, wat cranberry sap, maar ja, dat heb ik al opgedronken. Zo. Dus ja, welkom bij het zieke leven van Enzo Knol. Het gaat wel beter. Ik ga het positief bekijken. En serieus, gisteren had ik een beetje een emo-vlog, als ik het zo kan noemen. Een vlog waarin ik een beetje aan het zeuren was, waarin ik een beetje zielig deed. Zo zie ik dat in ieder geval. Maar goed, het is wel hoe ik me op dat moment voel. Vandaag voel ik me wel wat beter. Dat is goed nieuws en dat is fijn. En als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik ook een beetje blauwe lucht. En dat is ook mooi, dat is ook fijn. Dus alle dingetjes die mooi en fijn zijn, die nemen we vandaag mee. En we focussen ons op de leuke dingen. En ik ga wel meteen nu eventjes 2 paracetamolletjes nemen, want ik heb wel weer heel veel pijn. Maar het gaat goed komen vandaag. Dus bedankt dat jullie, ondanks dat ik ziek ben, de vlogs gewoon checken. En ik hou van die support. Door dik en dun. Toch? Maar wat hebben we hier? Pam, 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 pam. Ja, ja. Onderbroeken van Knol Power. Ik heb serieus per ongeluk een verkeerde onderbroek aangedaan. Gewoon omdat ik er niet mee bezig was, omdat ik gewoon ziek was. Alleen, ik heb gezegd dat nu ik mijn eigen onderbroeken heb, dat ik vanaf nu alleen nog maar mijn eigen onderbroeken ga dragen. En dat ga ik ook zeker weten doen. Dus ik ga me snel even omkleden. Dit is nog niet zo'n probleem. Dit zit verder ook gewoon goed. En zoals jullie zien, ik heb mijn Knol Power onderbroek aan. Maar nu komt het lastige gedeelte. Hoe doe je sokken aan als je gevoel hebt dat je rug eraf valt? Ik heb geen idee. Is daar een trucje voor of zo? Hoe kom ik nu bij mijn voeten, zeg maar? Oh man. Ik ga proberen, zoals ik altijd mijn sokken aandoe, gewoon zittend. En dan bij mijn voeten komen. Zo stom. Dan kom je gewoon niet bij je voet. Maar ik kon wel ietsjes meer uitrekken met mijn linkervoet. Oh, tactisch en zo tactisch. Oh jawel, ik kom er wel. Ik laat me niet gek maken. 3 weeks later. De sok heb ik aan, dat is gedaan. Nu nog even een geluksoutfit. Ik zie hier sowieso een armbandje liggen van een kijker. Dat gaat sowieso geluk opleveren, dat weet ik zeker. Kijk, dat is een armbandje die ik ooit van een kijker gekregen. Die ga ik omdoen. Ik heb een hele mooie bril hier liggen. Deze bril ga ik niet opdoen. Zal mij geen geluk brengen, denk ik. Ik ben er wel heel erg snel mee, maar ik doe alles lekker op mijn gemakje. Ik heb geen haast. De camera die zegt dat hij al 8 minuten aan het opnemen is. Zo lang heb ik erover gedaan om mijn kleren aan te doen helemaal. Top. Hallo, hallo, hallo. Ik wou zeggen goedemorgen, maar het is goedemiddag. Oh nee. Gaat alles goed, hé, schat? Wat heb je gedaan? Voel je je niet lekker? Oh, je hebt een beetje gespuugd. Sokje. Zijn we beide een beetje ziek, hé, schatje? Ja, we zijn beide een beetje ziek. Nee. Je blijft wel een hele mooie poes hoor, Sok. Hé. Hey. Ja. Ben je een beetje moe of zo?
Hey. Ben je een beetje moe? Oké, dat ga ik eventjes opruimen. Maar eerst ga ik een paracetamolletje nemen. En ik ben de laatste tijd best wel vaak vergeten fruit te eten. Niet zo heel erg handig. Ik heb toevallig gisteren wel een appel gehad. Dus ik doe even een bruistabletje in water. Daar gaan we. Plonk. Voor mij is de bruistablet helemaal klaar. Heel erg veel mensen kunnen hier niet tegen. Maar het werkt wel, is mij verteld. Het neemt de paracetamol sneller op in je lichaam. En dan heb ik het over een paracetamolletje kauwen. Dus wat ik dan doe, ik neem een slokje. Voilà. En het is weg. Volgens mij heeft dat te maken met het feit dat het in zulke kleine stukjes wordt gebeten en gekauwd. Dat het dan niet zo meer uit elkaar hoeft te gaan, omdat het al allemaal kleine stukjes zijn. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval de manier hoe ik het doe. Dus ja, paracetamolletjes zullen straks wel weer gaan werken. Dus dat is helemaal top. Het is echt leven op paracetamolletjes. En de huisarts die zei wel van als je nou echt heel veel meer pijn hebt, dan kan je ook altijd overstappen naar ibuprofen. En stel voor je hebt echt zoveel pijn dat je het niet meer aan kan, dan kunnen we je nog sterkere pijnstillers geven. Maar het liefst blijf ik altijd bij paracetamol, omdat dat gewoon het makkelijkste te verwerken is voor je lichaam. En die andere dingen die zijn allemaal weer wat zwaarder en wat heftiger. En laten we zeggen dat hoe meer medicijnen, hoe slechter, volgens mij. Dus ik laat het wel even bij paracetamol. En als ik echt verga van de pijn, dan neem ik wel een stapje hoger. De medicijnen en al die troep eventjes achterwege. Ik ben op dit moment samen met Daniel. Geen idee wat hij aan het doen is. Misschien even warm worden, injumpen. Ik ben samen met Timo. Yes. En ik ben samen met Boas. Hallo. En hoppakee, lekker hoor. Ja, dat ken ik ook, joh. Doe eens even dan. Wow! Denk je dat je dat hem kan leren wat jij deed? Kork. Een kork heet dat. Probeer dit eerst, gewoon rennen. Oké, probeer dit, Daniel. Oh, dat is een kick to the moon, toch? Ja. Ja? Dat kan je nog wel, denk ik. Dat kan je wel, denk ik. Oh! Ja, maar dat is het mooie aan Daniel. Je kan hem heel snel iets leren, omdat hij gewoon scheid heeft. Ja. Maar dat is wel vaak zo, mensen. Als je gewoon durft en het gewoon doet, dan leer je echt op de snelste manier. En dat is iets wat Daniel heeft. Dat is echt nice. Daniel, jij gaat het gewoon kunnen. De derde keer gaat het jou lukken. Dit is de tweede keer. Oh, wat was dat? Als jij nu je hoofd naar je linker schouder houdt, dan heb je kort. Linker hoofd naar mijn rechter schouder doe. Gewoon helemaal alles eromheen. Alles eromheen. Normaal gesproken moet je er niet omheen draaien, nu wel. Misschien gaan jullie je afvragen. Enzo ga je ook wat doen, maar ik ga helemaal niks doen. Gewoon puur omdat alles veel te pijn doet. Ik moet ook poepen, dus ik laat het gewoon even bij gewoon andere mensen filmen. En die doen wel een paar leuke, spectaculaire dingen. Oké, wat ga je doen om de mensen te entertainen? Hier moet je hem even op slow-mo zetten. Dit ziet heel leuk uit in slow-mo. Oké. Gaat een trucje doen en jullie mogen laten weten in de reacties wie de ziekste truc heeft gedaan, oké? Okay? Als allereerste gaat Timo. En alle trucjes zijn in slow motion. En dan nu, dames en heren, gaat Boas een trucje doen. Dat waren al twee hele vette trucjes. En nu gaat Sander een trucje doen. Best leuk. Maar nu hebben we als bonus Daniel nog. Wanneer kun je dubbel backflip? Ah, altijd al gekund, het zat er gewoon niet. Die gast die landt gewoon ondersteboven, jongen. Altijd
na die eerste twijfel, nee. Oh, je wil toch wel! Ja, maar dat is het met een dubbel backflip. Kijk, ik doe echt al sinds kleins af aan een backflip. Dus dan ben je zo erg gewend. En volgens mij noemen ze dat toch muscle memory. Ja. Dus je bent zo gewend en je spieren ook. Dat als jij één backflip doet, dat je dan openklapt na één backflip. Als je dat al zo lang gewend bent en je wilt een dubbele backflip doen. Dan moet je dus inhouden naar twee backflips. Maar omdat je zo gewend bent om er één te doen. Ga je dus na één backflip jezelf lang maken. Dus je klapt jezelf open. En dan krijg je dus het geval wat Daniel heeft. Dat je dan op je hoofd landt en gewoon ondersteboven in de ballenbak. Dus ja. Dat is wel leuk. Maar het is wel leuk. En ik heb er wel respect voor. Want je doet het wel. Sick. Nu gaat Boas nog even laten zien wat hij kan. Oh, weet je wat mij sick lijkt? Als je een gainer doet op de trampoline en dan erin. Kan je dat? Een gainer en dan... Oh, dat vind ik zo vet, jongen. De volgende keer als ik hier ben, wil ik hier vanaf een gainer en dan net als Boas erin. Hi. Die kan jij ook nog wel? Ik denk het wel, ja. Wat gaat er nu gebeuren? En dan door. Oh, die was sick. Een sideflip en dubbele sideflip hierin. Oké, Timo gaat het volgens mij ook proberen. Oké, een sideflip en twee sideflips. Maar dat je gewoon tijdens die sideflip zegt, oh shit. Jongen, ik heb tijdens zo'n backflip helemaal geen tijd om te praten. Ik ben echt vol in de focus. Maar goed, even terugkomend op dat poepgedeelte. Ik ga even poepen. 1 hour later. Oh, sick. Oh, sick. Kan je dat ook? Dat is best hoog, hè? Oh, nog maar net. Kan jij dat? Waarschijnlijk niet. Oké, daar komt hij. Oh, net niet. Dit is serieus hoog. Ik denk 1,60 zoiets. 1,55. Kan jij dat, Timo? Nou, ik kan het wel proberen. Oké. Okay. Visser voor zijn, man. Daar moet je visser voor zijn, zegt hij. Hij kan het gewoon, hoor. Oh, en kijk die Daniel, de visserman. Oh, laat even de keta-krab zien. Hallo. Hey, Timo. Flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Daniel, flipcheck. 5, 4. Hé, lekker. 2 achter elkaar. 1, 2. Woe, lekker hoor. Deze kerel heeft echt gewoon geen oefening nodig. Hij doet gewoon alles in één keer. 3 nu. 2. Oh, ja hoor. Echt alles wat je hem zegt, zeg maar als challenge, dat doet hij gewoon in één keer. Dat is zo naar. Ik ben al 7 jaar aan het trainen en ik kan het allemaal niet. Er wordt aan mij gevraagd... Hoe duur is één zo'n blok voor in de foamput? Eén zo'n schuimblok? Ja. Ja, zo'n nieuwe of eentje die helemaal is afgekoud? Nee, een nieuwe. Wat denk jij? 2 keer de helft. Ja hoor, jij moet weer gaan vissen, want je wordt weer flauw. Ik denk serieus 5 euro. 10 euro denk ik. Nee, iets minder. Iets minder wel, 2,50 euro. Bijna. 2 euro. 2 euro. Ja. Serieus? Ja, voor wow. Hey, beter neem een paar blokken mee. Ja, zoals een blokkenketting maken. Hey Boas, hoe duur denk je dat zo'n blok is? Dat wil je niet weten, echt. Ja, 2 euro. Ja. Okay. Ja. Maar het is best duur, hè? Oké, okay, nou doe eens nog even een laatste backflip. Oké. Okay. Met de tas om. Met de vistas om. Komt ie. Dit is de tassalto. Ik zag het nogal voor me dat al zijn spullen uit zijn tas zo gaatjes overspreid door de blokkenbak heen. Dat morgen als kinderen springen. Oké, okay, nou weet je wat wij gaan doen? En hier heb ik serieus super veel zin in. Want ik vond het leuk om mensen te filmen hier die salto's deden en dat soort dingen. Maar het leukste is om zelf ook wat te doen. En we gaan nu nog even een hengeltje uitgooien hier in Amersfoort. En dat kan ik wel gewoon doen met mijn blaasontsteking. Dus we gaan even een hengeltje uitgooien. Super tof dat ik even uit huis kan, even wat dingen kan ondernemen. Echt nice. Dus we gaan een hengeltje uitgooien. En ik heb het gevoel dat ik wat ga vangen. Ik ook. Oprotten met de camera! Ik zweer! Oprotten met de camera! Oh, ik kom nu, hè! Hou me tegen! Hou me tegen dan! Godverdomme! Hou me tegen dan!
kijken? Zal je kijken? Ik heb gewoon tranen in mijn ogen van lachen. Ik ga jou volgen, want jij weet waar de vis ligt. Ja, maar... Volg mij, maar ik ren wel vooruit. Jij rent vooruit? Ja, als jullie niet gaan rijden, dan ga ik wel. Is het zo dichtbij? Nee, maar... Oké. Huh, wat gebeurt hier? What the fuck? Wat gebeurt hier? Boas rent de weg op en wij moeten hem volgen. Boas rent te hard, ze krijgt een boete. Straks wordt hij geflitst. Je ziet die gast ook kijken. Waarom rent die jongen op de weg? Boas rent op een rotonde, wat gebeurt hier? Dit is wel een rare actie. Als je in de tunnel nog onderdoor rent. Oké, we gaan rechtsaf. Wel knippenlicht, Boas, knippenlicht. Oh, wel voorrang geven. Oh. Kun je fietsen, kun je fietsen. Die fiets is aan het kijken van wat gebeurt er? Wow, iedereen was zo raar aan het kijken naar jou, hè? Oh my god. Oké, laten we gaan. Oké, we gaan er vandoor. A few moments later. Heb je hem, heb je hem, heb je hem, heb je hem? Jeetje. Oh, kijk hem. Hopskee. Lekker, gast. Oh, check die vinnen ook achterop, hè? Is dit de knoepert dan? Dit is snoekbaars. In snoekbaars. Kijk hoe mooi die hem heeft gehapt, hè? Wat ziek, hè? Ligt tussen die school met aasvisjes. Ik voel wel een tikje, maar het waren allemaal visjes. Ja, even kijken. Ik zie het. Ja, zie je dat? Er wordt gejaagd ook. Er wordt vet gejaagd. Ja. We zijn echt druk aan het vissen, mensen. En ik voel gewoon dat ik een vis ga vangen. Ik voel het gewoon. Zo dichtbij. Tot nu toe is Daniel de enige. Maar dit gaat goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Holy shit, jongens! Yes, ik sta hier toch? Ik heb zelfvertrouwen, dit gaat mij lukken! Yes! Mijn allereerste snoekbaars! Ik wist het, ik zei het toch? Oh my god. Hij is wel vet mooi, hè? Hier. Weet je wat het mooie was? Ik dacht dus dat ik vast zat aan een tak. Ja. Dus ik was gewoon keihard aan het hengelen. En toen dacht ik, nee, deze weerstand geeft een tak niet. En toen in één keer zag ik plat spattel en spattel. En dat was gewoon een vis! Je hebt een snoekbaars gevangen, gek! Oh, joh! Oh, echt scherp, hè, dit? Ja, heel scherp. Niet normaal. Lekker, man! Mooi! Ik heb gewoon gevangen, yeah! Maar alleen is snoekbaars! Ben je blij? Ja, ik ben super blij. Het staat 1-1, hè? Oh, is het een battle? Ja, het is een nu wedstrijd. Is het battle, nu hè? Is het een wedstrijd. Ja, ja, ja. Wie gaat de meeste vissen vangen vanavond? Super vet. Weet je wat ik trouwens net hoorde? Dat Enzo binnenkort misschien een wedstrijd met me mee gaat vissen. Oh, dat lijkt me echt vet. Laat het weten, mensen. Lijkt het jullie leuk om een wedstrijd te zien van mij en Daniel? Dat wij serieus mee gaan doen aan een viswedstrijd. Met 100 andere mensen. Dat lijkt me echt geniaal. Maar check even deze tanden hiervoor, hé. Gruwelijk vet, hoor. Check hoe ziek. Die vampiertandjes hier zo. Oké, doe hem snel in het ja, water. Gaan we terug? Ik wil er nog eentje van. Ik ben blij voor je, man. Ja, eindelijk. Hé, maar dit betekent dat de snoepbaarsvloek weg is. Ja, eindelijk. A few moments later. Ik heb weer vis. Hele snoekbaars. Hoppakee. Jongen, ik ben helemaal aan. Die snoekbaarsvloek is over. Hij heeft een hele mooie schiegel, jongen. Ik heb mooi, hem he? Lekker aangeslagen, jongen. 2-1, Daniel. Dit is wel Heb je al twee? Ja, dit is mijn tweede. Oh, hij wil niet loslaten. Ja, dankjewel. Je zei het ook, hè? Dat groene dingetje. Je hebt er vertrouwen in. Ik zei, dit aasje, hier ga ik mee vangen. Dat zei ik nog tegen Daniel. Hey, maar ze komen serieus allemaal uit hetzelfde mannetje, hè? Ze lijken allemaal even groot. Nee, hey, maar serieus, dit is ziek, man. Dit is mijn tweede snoekbaars. In 10 minuten? Niet eens, denk ik. Zoiets? In ieder geval onder de 10 minuten. Maar gast, ik kreeg zo'n klap erop, jongen. Ja. Lekker, man. Zo hoort lekker, het. Ik krijg zo'n bonnetje. Oké, ik ga hem terugzetten. Kom. Klein polsje. Yes. En weg. A few moments later. Gast! Gast! Ik heb vis. Alweer? Ik heb vis. Alweer? Kijk. Kijk dan. Gast, ik heb alweer vis. Mijn derde. Gast! Ik zei toch dat het goed ging komen? Gast. Dit komt serieus. Ik heb de afgelopen dagen me zo vervelend gevoeld. Ik heb zo in een domper en in een dip gezeten. En nu, jongen, vissen. Helemaal in mijn elementen. Kijk dan hoe perfect gehaakt, hè? Dit is echt super. Dit is bizar. Dit is echt vet. Dit is gewoon 3. Ik sta 3-1 voor op Daniel. Besef. De beste vissen die je kent, Daniel. Ik sta gewoon 3-1 voor. Nu een beetje duwen. Ja, zo ja. Maar hij is terug. Ik liet de vis vallen in het water. Ja, dat is niet erg. Doei. Oei. Wauw, gast. Wat? Wat gebeurt hier? Serieus, 3-1. Gast, je zit gewoon lekker in de flow, man. Ja, dit is echt niet leuk eigenlijk. Hij is ook helemaal stil van.
Boas die is nog steeds zijn best aan het doen. En Daniel heeft nu zijn tweede, een mooie baars. Ja, en ik had net een mooie snoekbaars, die ging eraf voor een kantje. Dus ja, als je die snoekbaars had, was het 3-3. Ik ga natuurlijk niet naar huis voordat ik gewonnen heb. Dat snap ik. Ja, dat vind ik leuk, gewoon lekker vissen, jongen. Hey, 3-2, dikke baars. Mooie baars. Ah, geen dikke, maar gewoon een mooie. Ah, gewoon een mooie. Kijk, gaat ie. Hoppakee. 3-2. A few moments later. Daniel, 3-3. Dat is zeker een mooie vis. Doei doei. Lekker hoor. Ja. Serieus? Was is groot. Heb ik er echt in? Ja. 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 Ik heb gewonnen. De winnende vis. We gingen tot de 4. Ja, maar dat is mijn hengel, gast. Tel niet. Kijk dan, gast. We gingen tot de 4. Hoppakee. Dat is zwart. Gast. Ik heb gewonnen van Daniel. Want Boas die is ermee gestopt. En toen zei ik tegen Daniel van, nou, weet nog je. Eentje. Nog eentje. We nog gaan eentje. Tot de 4. Wie de vierde heeft gewonnen. Ik heb de vierde. Hij is helemaal zwart. Moet je kijken. Hele donkere buik heeft hij. Gast, dit is lijp. Hij is helemaal blauwig. Check dan. Oh ja. Check dan hoe lijp. Lekker, man. Ik ben zo blij. Ook eens netjes gehaakt. Ja, kijk hoe fucking mooi die erin zit, hé. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel, man. Ik heb een viswedstrijd van Daniel gewonnen. Ja. Nu mag je officieel met mij samen de wedstrijd vissen. Yes. Hij maar zit moet je eens even kijken hoe donker die is. Hij is helemaal grijs-blauwig. Hij zit nog helemaal in aanvalsmodus, hè. Ja, dit is... Oh, deze heeft ook echt wel blauw op zijn vinnen. Super mooi. Yo, ik ben hier zo blij mee, hé. Op het perfecte worpje ook, hè. Ik hoorde Boas al zeggen, ja, je bent echt van die zijwaartse worpjes. Ja. Amen. Hoppakee. Kijk. Nou, hoppakee. Mooi. Kan ik tenminste naar huis? Ik vond het wel een beetje lang duren. Had je er sneller in moeten vangen, hè? Nee, maar ik dat vond het ook lullig om Enzo niet te laten winnen. Oké, daar gaat hij, mensen. Super tof, man. 1, 2. Zo. Ja, echt. Ik ben helemaal sprakeloos, jongen. Hé, maar serieus. Dat worpje, ik doe hem nog even een keertje, hè. Nee, maar serieus. Ik heb het gevoel, jongen. Ik ben zo lekker erin, jongen. Deze gast. Ja, echt. Nou, dames en heren. Dat was wel een gek avontuurtje alsnog. Het is nu 12 uur in de avond. Ik ga nu van Amersfoort naar Zeist. Ga ik naar huis. En dan ga ik lekker slapen. Ik kom weer terug. Ik begin me weer beter te voelen. Ik ben echt super blij. Dus sowieso ook thanks. Ook een dik shout-out naar Daniel voor het opvrolijken van mij. En jullie heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten, net als ik. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol, power!